Ook tijdens deze vakantieweken is het seniorenjournaal gewoon te bekijken op Info Thuis. Wat hebben wij elkaar verzameld? Nu volgt een mooi verhaal uit de verzameling van Stichting Haagse Herinneringen. Uitzicht Westduin. Ik sta nu op het Westduin met uitzicht op het Zuiderstrandtheater en maak een panoramaschilderij. Het Westduin liep vroeger van Kijkduin tot het Scheveningse dorp. In de loop der jaren is hier heel veel veranderd. Voor mijn tijd is het verversingskanaal gegraven om het rioolwater uit de Haagse grachten en omstreken in zee te laten stromen. Dat is aangelegd in 1888. In 1904 werd de eerste haven geopend. Tegelijkertijd werden ook de zendmasten van Radio Scheveningen op dit duin geïnstalleerd. Het uitzicht richting Kijkduin is hetzelfde gebleven. Het is nu een beschermd natuurgebied geworden, Natura 2000. Op de achtergrond zie je de zandmotor en de Maasvlakte. De zendmasten die hier nu nog staan, worden niet meer gebruikt. Die heb ik weggelaten op mijn schilderij. Ik heb ze wel getekend, maar voor een aantrekkelijk schilderij voor een particulier zit er te veel prikkeldraad omheen. Het uitzicht naar de havenzijde is zichtbaar veranderd. Als kind liep ik langs het verversingskanaal naar zee via de grote zeesluis en de bunker die nu beide onder het duin liggen. Ik liep hier als kind met een schep en een emmertje langs het verversingskanaal naar zee en zag de schelpenvisser onderaan het duin. Mijn oma woonde in Duindorp in de Grutto-straat, rechts op het schilderij. Vanuit haar huis zag je de grote zeesluis en het eiland Vloek, een eigen dorp rond de Sleephelling en zag de schepen binnenkomen. Naar de andere kant richting Den Haag zag je de Duindorpbrug,
Dit uitzicht is nu veranderd. Het verversingskanaal is gedeeltelijk gedempt. Alleen het zeesluiswachtershuis is blijven bestaan. Toen de havenhoofden werden verlengd in de jaren 70, kwam hier een derde haven voor de Norfolklijn. De verbinding met Great Yarmouth. Hier is ook de Rijksdienst voor Scheepvaart gevestigd. Het Norfolkterrein is ongeveer in 2005 opgeheven, omdat onder andere de bevolking tegen de aanleg van de vierde haven was. Het Norfolkterrein is een tijd gebruikt voor tijdelijke culturele zaken. De gemeente heeft er nu het Zuiderstrand Theater gebouwd, ook een tijdelijke invulling. Als schilderes ben ik geïnspireerd door de geur van het strand, de duinen, rokerijen, de ambacht en de klederdracht, het veranderlijke in stad en duin. Hier achter mij zie je ongelooflijk veel zonnepanelen liggen op het dak van Amare. En heel veel mensen in de stad zijn betrokken bij duurzaamheid, willen er zelf iets voor doen, denken van nou, moet er niet wat op mijn dak? Of goh, ik zou ook best wel mijn buren of familie of vrienden willen helpen met iets op hun dak krijgen. Nou hebben we bij de gemeente bedacht dat dit jaar het jaar van het dak is. Dat we willen werken aan alle daken in Den Haag. Of er ligt iets moois groens, of het wordt wit geschilderd, of er komen zonnepanelen op. We hebben een aantal korte webinars om mensen te helpen van hoe doe je dat nou om dingen op je dak te krijgen en om daar dus ook je buren, vrienden, kennissen en familie bij te helpen. Wil jij ook dakcoach worden? Kijk dan op onze website. En help om Den Haag een mooie duurzame stad te maken. Van de jonkies tot de monumentale bomen. En van de parken, perken en schitterende bloembakken. Tot de twee piekfijne en goed verzorgde gemeentelijke begraafplaatsen. Den Haag is onze groene stad aan zee. Groen waar wij samen al meer dan 100 jaar en vol trots zorg voor dragen. Als sociaal en erkend leerbedrijf is er bij ons plek voor iedereen. Van jong tot oud of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in vakmanschap en talent. Hier krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. Om mee te bewegen met de moderne wereld, klaar voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Kan die machine er beter door? Of het nu gaat om duurzaamheid, het vergroten van biodiversiteit of het creëren van een hittebestendige stad. Onze slimme innovaties zijn er voor ondernemers en bewoners. Zo kunnen we dankzij onze watersensoren, die levende materialen koppelen aan de digitale wereld, snel en effectief werken. Zijn onze bloembakken gemaakt van gebruikte petflessen? En spelen we in op het veranderende klimaat door continu te innoveren in onze werkwijze met nieuwe planten en bomen? Ja, als dé ideale partner voor de buitenruimte denken we altijd mee met de behoeften van de stad en haar inwoners. Zodat onze groene stad aan zee nog groener wordt. Eindelijk, na 2 jaar is het echt officieel gelukt. Groep 8 van de Gelderlandschool heeft het gewenste groene dak. We kwamen erachter, van, ja, we hebben toch echt maar één gezonde aarde, daar moeten we het mee gaan doen. En toen voelden de kinderen wel de urgentie van, ja, we moeten iets meer doen dan alleen maar papier scheiden, plastic scheiden. Dat iets meer werd een groen dak. We zijn 2 jaar geleden begonnen met een chat met de gemeente. En Maarten van de gemeente, dat is een beetje een rockster geworden in de klas, die adviseerde ons, ga eens in contact komen met de wethouder, Liesbeth. Omdat ik heel graag ze meer wil leren dan spelling en begrijpend lezen. En ze toch ook echt wil leren als je een doel hebt, als je een wens hebt. Dat als je eraan werkt, dat je het misschien wel voor elkaar kunt gaan krijgen.
Wat wij willen is een groen dak met planten en zonnepanelen. De school heeft daar geen geld voor. Dus we willen graag subsidie. De gemeente ging overstag en vandaag wordt het echt. We kregen een subsidie van 14.000 euro. En dat is heel veel. Nu is het niet alleen 2 jaar later, maar is het dus ook gewoon echt gelukt. Dat ik het niet kan uitbeelden. Ja. Mensen die komen met vuilnis en proberen het weg te gooien, maar ze krijgen dat ding niet open. Die denken dan, nou, dat ding zit vol of zo, maar dat zit hier eigenlijk nooit. Ja, wat je moet doen is even doorlopen met je zak en dan kun je het daar wel kwijt. Dit is Leo, een echte afvalaanpakker. In deze serie volgen we de helden die ons mooie Den Haag dag en nacht schoonhouden. Leo is een trotse Hagenaar en heeft een grote hekel aan afval dat op straat belandt. Daarom heeft hij een ondergrondse container geadopteerd, om zijn straat schoon te houden. Een nobele taak, al vindt onze afvalaanpakker dat vanzelfsprekend. Het is heel simpel, het is heel weinig werk. Iemand moet het doen, denk ik dan of zo. Of het, ja, ik erger me dan als er rotzooi naast ligt. Dit is de sleutel waarmee je dan zo'n deurtje aan de zijkant kan openen, zodat als dat ding klem zit, dat je de verstopping kunt verhelpen. En als er wat naast staat, dan zorg ik ook vaak dat het opgeruimd wordt. Ik vind het wel belangrijk dat de stad er een beetje schoon en netjes uitziet. Ik kan me echt wel ergeren aan mensen die bijvoorbeeld hun autoraampje opendraaien en dan een McDonald's zakje laten vallen of zo. Ik denk, het is verdomme ook mijn straat. Ja, doe normaal of zo. In Den Haag zijn er zo'n 6500 ondergrondse containers en ruim 800 bewoners die net als Leo voor hun eigen containers in de buurt zorgen. Dit is mijn container. Ik woon hier vlakbij en ik heb zo'n sleuteltje voor als het klem zit. Het zal wel weer klem zitten, want er staan allemaal rotzooi naast. Mensen denken vaak dat die oorlog vol zit, maar dat zit die eigenlijk nooit. En de volgende, die ziet er een zak naast staan. Ja, oh, hij zit vol. Nee, dokter. Nou, en dan zetten ze hem ernaast. Ja, wat je moet doen is even doorlopen met je zak en dan kun je het daar wel kwijt. Elk stadsdeel heeft zijn eigen milieubeheerder en is het aanspreekpunt van adoptanten zoals Leo. Zij schakelen vervolgens met andere partijen van de gemeente. Is het hier weer? Ja, hij zat klem. Inmiddels niet meer, dus het past er gewoon weer in. Merk je, Leo, dat als er één zak naast staat, dat de rest er ook bij gezet wordt. Dat iedereen er eigenlijk vanuit gaat dat hij vol zit. Als er een zak naast staat, dan voelen mensen niet eens meer aan die klep. Die komt er gewoon naast. Nou, we kunnen het beter opruimen, want als het er ligt, dan komt er altijd rotzooi bij. Hoe vaak worden die bakken eigenlijk geleegd? Die container? 2 keer in de week. 2 keer in de week? Ja, ja. Naast vuilniszakken belandt er ook regelmatig grof vuil naast de containers en op straat. Je kunt grof vuil makkelijk zelf wegbrengen naar een afvalbrengstation. Of een grof vuil afspraak maken om het gratis op te laten halen. Ongelooflijk. Echt zwaar irritant. Zouden mensen niet weten dat je het ofwel moet bellen hiervoor? Ik vermoed het, want anders zou ze het wel doen. Ik bel dan 14070. De mannen van de Haagse Milieuservices halen dagelijks grof vuil op dat zomaar op straat is gezet. 'S Morgens gaan ze om 7:15 met 16 wagens de straat op. Je ziet van alles liggen. Bankstellen, matrassen en zelfs badkuipen. Het is een hele uitdaging om Den Haag schoon te houden. De oplossing is heel simpel. Je moet er gewoon niks naast zetten, even bellen. En als iedereen dat doet, heb je geen probleem. Samen met Leo en onze andere afvalaanpakkers houden wij de stad schoon. Wat doe jij? We gingen op bezoek bij een Haagse kunstenaar. Mijn naam is Marianne de Rooij. Ik ben sinds 1995 bij Kunstscheep, vanaf het begin. En
Inmiddels zing ik. Ik heb gerestaureerd, maar nu zing ik. Dan op de radio een lied van liefde en het eeuwige verlangen. Dat wat muren teder smelten laat tot dunne huid. We zijn hier in de kunstscheeptuin, die voor de open dagen natuurlijk ook gesnoeid en opgeknapt moet worden. Er zijn meer mensen die daarbij helpen. Druiven, vijgen, bramen. Het is bijna een lustoord, zou je zeggen. Zodat zijn hand verloren haast de mijne raakt. Zodat zijn hand verloren haast de mijne raakt. Maar dit moment mij even vlug als oogopslag verlaat. Kijk, en als de druiven eenmaal rijp zijn geweest, dan wordt een hele druif teruggesnoeid. Om dan volgend jaar weer opnieuw kunnen starten. En van die druiven, die hebben natuurlijk licht nodig. Dus je knipt dan de bladeren er wat af, zodat ze kunnen volgroeien. Maar het is best een klus, want we hebben een enorme druif. Het is enorm uitgegroeid hier. En in de winter dan snoeien we alles helemaal terug, zodat hij weer opnieuw kan beginnen in het voorjaar. Kijk, hier hangen de druiven. Hieronder, zie je. Dus die mogen ook best een beetje licht hebben. Daar gaan ze lekker van groeien. We hebben hier wel eens... Er is wel eens wijn gemaakt van deze druif. Ja. Niet dat hij nou erg lekker was. Maar je wist dat het van jezelf was. Het idee was gewoon heel erg leuk dat er wijn van. Want er zijn er echt heel veel. De groengerolde weiden uit. Tot rimpelhuid van water op het land. Door vogelzogen landerijen drijven. Tweelingkruinen en halve bomen als vreemde drenkelingen lachen. Wat voor soort muziek zing je? Ik zing Spaanse en Sefardische liederen en ballades. Sefardisch, dat zijn de Spaans-Joodse muziek is dat. Die hebben ook een eigen taal, het Ladino. En ik zing ook de gedichten van Federico García Lorca, de grote dichter van Spanje. Sommige van zijn gedichten zijn op muziek gezet. En vind ik fijn om te zingen. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. En zing je ook in Nederland? Dat is ook het leuke. Van een soort wederzijds, hoe zou ik dat noemen, een wederzijds inspiratie. Ik werk ook met dichters. Dus dan maken we een performance van hun gedicht en ik maak daar klank bij of zet gedeeltes van de gedicht op muziek. En zo hebben we hier in Kunstgreep Gonda. Bergwandeling. Ik laat je de huiden van steen zien. Aan jou, voor later, om het verleden. Om de verdroogde bedding waarin we ons uitstrekten tot water. En heden stroomt je glad nu tijd vloeibaar is. Nu je dwaalt langs het bergpad. Je aders van basalt en waar je ligt de leisteen.
die ook gedichten schrijft, waar ik erg door geraakt ben. Dus ik vind het... ik heb ook een aantal van haar gedichten op muziek gezet en gezongen. Dus het is leuk dat dat binnen Kunstgreep zo gebeuren kan. Maar dit moment mij even vlug als oogopslag verlaat. En met zoet het beton dit zachte moment voorbij. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat een gedicht dat ook geeft. Hè? Niet ieder gedicht is geschikt om te zingen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is natuurlijk, het moet een soort ritme hebben waar je makkelijk een melodie op kan aanpassen. Je kan niet zomaar elk gedicht zingen, maar je kan er wel weer spreekgedeeltes aan toevoegen. Dat kan ook heel leuk zijn. Er is wel heel veel mogelijk in de muziek en in de zang. Hier, daar komen alle vijf tevoorschijn halen. Ja, want je speelt met gitaar, zeg maar, en je zingt dan. Ik begeleid mezelf op de gitaar, ja. En het geeft gelijk ook een hele andere soort betekenis, zo'n gedicht. Een ander gevoel, zeg maar. Ja. Er zit natuurlijk een toevoeging. Je kan er natuurlijk voor kiezen of je sec het gedicht wil, of het gedicht op een melodie gezet. Het kan allebei en het heeft allebei zo zijn waarde. Maar het kan een hele positieve toevoeging zijn als er muziek onder staat. Ja. Hier hebben we een klein boompje dat ook al gesnoeid is, zodat de mensen die langskomen. Wat betekent de kunstgreep voor je? Kunstgreep betekent veel voor me. Het is voor mij een vertrouwde groep mensen waar ik al lang mee optrek. En de frequentie waarmee je met elkaar optrekt, dat doet er helemaal niet toe. Je kent elkaar, komen af en toe bijeen of zoeken elkaar eens op in het atelier. En dan hebben we eens een feestje op het dakterras of 's winters gewoon in de hal, boven de centrale hal. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, het is heel vertrouwd. Kijk, er zijn ook anderen, want ik kon wel zien dat er al mensen bezig geweest waren. Want het gras, het groeit hier altijd welig en dat is nu een stuk korter. Dus er zijn ook anderen geweest die al... Kijk, we doen dat toch wel gezamenlijk. En er zijn altijd mensen die willen helpen met de tuin. Dus ook daarin is een soort eenheid onderling. Om elkaar te helpen bij dit soort dingen. Zeker als er open dagen aankomen. Dan wil iedereen dat kunstgreep er natuurlijk gewoon leuk uitziet en verzorgt. Dus... Langs de ongerolde weiden uit, tot rimpelhuid van water op het land. En alle vogels worden eenden op de rugslag van de wind. En alle vogels worden eenden op de rugslag van de wind. Bij het Seniorenjournaal is er altijd ruimte voor verhalen van onze Haagse stadsgenoten. Schilderen en schrijven. Na het maken van al die kleuren en tinten die ik in een artisjokken zag, ben ik gaan schilderen. Eerst de grote vormen, daarna wat details. Als dat op papier staat, ga ik door met verdieping. Licht, donker, in laagjes over elkaar. Kleuren van verf en helder water laten de vormen en diepte op mijn aquarel ontstaan. Al schilderend, gebiologeerd met meer penselen in één hand, voel ik me gelukkig en soms ook onzeker.
Ik kijk er naar uit op de weg veel te ontdekken, tot ik plotsklaps mijn volgende pareltje voor me zie. Het pareltje van de week. 3 artisjokken, fijnzinnig geaquarelleerd. Jaren geleden, in mijn studietijd, kreeg ik een minuscuul doosje. Een parel van een doosje dat alle kleuren in zich draagt, van Goedman. De unieke winkel met de rijkdom aan verfartikelen. Ik stond daar zo vaak in die winkel, enthousiast als een kind. Elke keer weer met smaak iets nieuws te kiezen. Een mooie herinnering. Ongelooflijk. Ja. Wat taal je toch doet. Zo is dat. Even kijken, en dan weet ik niet eens waar ik ben. Ja. Ja. Goed. Ik stond daar zo vaak in die winkel, enthousiast als een kind, elke keer weer met smaak iets nieuws te kiezen. Het was een mooie tijd. Een rijk gevoel als je daar stond, met een tasje vol waardevolle spullen. Daarna op weg door de stad naar je thuis. Om verder te gaan met datgene waar je aan had geroken. Natuurlijk kan ik een grotere verfdoos, meer materialen aanschaffen, maar vanuit het Goedmansdoosje werk ik het liefst en experimenteer ik op een kaartje met kleur met water. De kleur vloeit door het water. Elke kleur is mooi genoeg, zoals ik het wil. Ik probeer en uiteindelijk ontstaat de kleur die ik voor ogen heb. Staat de artisjok op papier zoals ik hem voel en hem zie. Het is zoals bij elke kunstvorm, bij het schrijven van een verhaal of een gedicht bijvoorbeeld. Een verhaal of een gedicht, bijvoorbeeld, heb je een idee. Je schrijft en boetseert met woorden en vorm. Je legt de tekst opzij, leest weer, schraapt woorden of zinnen, zet ze op een andere plek. Wow. Langzamerhand komt de vakantie ten einde. Dit is dus de laatste aflevering in het heerlijke Zuiderpark. En voordat ik afscheid van u neem, nog even dit. De volgende week laten we de speciale wandelroute van de open ateliers Duinoord en omgeving zien. Een aanrader. Hartelijk dank en graag tot dan.